Ja, hier is Fishy weer en vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Tenminste, gewoon eigenlijk een hele korte commentary, want ik heb wat kleine dingetjes die ik nog even wil doorgeven. En wat leuke dingen eigenlijk en natuurlijk even lekker wat over de gameplay lullen. Altijd leuk zo'n achteraf commentary, wat we voor de gein zeggen natuurlijk. Wat ik hoop echt dat ik meer kan gaan doen, omdat Black Ops 3 natuurlijk uitkomt en... Daar kan ik dan wat meer over vertellen, want nu valt er eigenlijk gewoon, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat er gewoon heel erg weinig te vertellen valt over Call of Duty. Het is, ja, gewoon wachten eigenlijk. Allereerst natuurlijk lekker even over de gameplay lullen. Ik haal hier namelijk een Vicious Medal op Advanced Warfare. En anders zou ik echt Advanced Warfare ook niet uploaden, want door dat skill-based matchmaking kan ik eigenlijk amper leuke potjes halen. Dus ja, ik upload alleen maar eigenlijk of een Vicious Medal of moet ik echt 70 kills hebben of zo. Een keer. Of een DNA-bom halen, wat ik echt nog niet gehaald heb. En ik denk ook niet dat ik het ga halen, als ik heel eerlijk ben. 30 killstreak is gewoon echt veel te lang, vind ik zelf. In ieder geval. Dus een Vicious Medal met echt alleen, bijna alleen maar killstreaks vanuit mijn Paladin of mijn Warbird. Dus het is wel echt... Eigenlijk niet zo heel erg moeilijk dan om te halen. Het enige waar je mee zit eigenlijk is inderdaad het skill-based matchmaking gedoe natuurlijk. Maar waar je eigenlijk ook mee zit is eigenlijk gewoon een begin hebben. Meestal als ik er gewoon even of in een game join natuurlijk, dan heb ik pure ace tegen. Want dan krijg je system hack achter system hack tegen je. Daar word je helemaal gek van natuurlijk. Maar je moet eigenlijk gewoon meteen je streak hebben. Als je meteen al een Warbird hebt eigenlijk in het begin, hè, dus je capture de eerste. Nou, dan krijg je dan 200 punten voor direct tegenwoordig in Domination. En je killt dan twee man. Je pakt de B-cap nog. Dan heb je Warbird binnen. En meteen UV ook. System hack erbij. Boom. Tegenstanders kan niks meer doen. Jij hebt je Warbird in. Warbird haalt binnen. Nou, 10 seconden haalt hij je Paladin. En je gaat aan de slag, zeg maar. Dan is eigenlijk het potje dan pas begonnen. Want dan heb je je streak binnen. En je kan gewoon eigenlijk gewoon de enemies repen eigenlijk. En nou ja, de enige waar je nog een beetje mee zit natuurlijk is dat ze niet quitten. Want dat gebeurt natuurlijk ook nog heel veel natuurlijk. Maar op zich kun je dan heel simpel eigenlijk wel een Vicious Medal halen. En dus als je dat nog niet gehaald hebt, zou ik het zo halen in ieder geval. Het is niet echt de skill manier zeg maar om een Vicious te halen. Dat natuurlijk niet. Maar het is wel leuk als je een keertje haalt natuurlijk. Ik hoop echt ooit nog een keertje dat ik een DNA-bom ga halen. Maar ik weet nu al dat ik dat gewoon niet ga redden. Volgens mij heb ik Gun Only, heb ik een keertje nagerekend. Had ik iets van 23 of 24 streak als allerhoogste gehaald. Dus echt 23 à 24 gun kills achter elkaar. Dus dat wordt nog wel een soort van karwei. Nou, we wachten natuurlijk ook allemaal op Black Ops 3. En natuurlijk gaat de beta binnenkort uitkomen. Eerst op de PlayStation 4 natuurlijk. Daarna op de Xbox One en de PC. Want Activision heeft rechten volgens mij voor het eerder uitbrengen van dingen op de PlayStation. Natuurlijk vanaf dit jaar eigenlijk. Vanaf 2015. Vanaf de nieuwe Call of Duty dan. Dus dat is natuurlijk super tof. In augustus. En in augustus ga ik ook nog eventjes, in begin augustus ga ik samen met onder andere Paul, natuurlijk de Kings FTSFNL. Wie gaat er nog meer mee? Ronald en Timo van het Gameportaal. Ik had gehoord, Vincent gaat er naartoe van de Disturbs. En natuurlijk Jan Raski Gaming, die gaat ook naar Gamescom, natuurlijk Duitsland. En ik dus. Ik ga ook naar Duitsland. Ik ben ook uitgenodigd om mee te gaan. Lekker met bus een dagje heen en weer naar Duitsland. Een hele lange dag natuurlijk. En dan lekker in ieder geval Black Ops 3 gaan spelen. Nou, dan zal ik natuurlijk hoe dan ook gaan vloggen en zo. Dat is natuurlijk hartstikke tof. En ja, ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk de eerste gameplay te mogen uploaden. Of dat ik het kan uploaden natuurlijk. Black Ops 3 gameplay. Want ik denk dat we er allemaal wel een beetje naar snakken, om eerlijk te zijn. Het is echt... Call of Duty is echt... Nou, kijk, laat ik zo zeggen. Toen ik in de ME3 tijdperk, een paar jaar geleden, ging ik met YouTube beginnen. Nou, toen kwam Black Ops 2. In het begin super tof natuurlijk, heel veel mensen gespeeld. Uiteindelijk was Black Ops 2 voor ons online in ieder geval niet de favoriete game, zal ik het zo zeggen. Het was geen slechte game, maar het was niet de favoriete game. Achteraf gezien is het toch nog een van de betere Call of Duty's geweest. Want daarna kwam tenminste Call of Duty Ghost uit natuurlijk. Nou, iedereen weet het, er was ook heel veel geëmmer om. Uiteindelijk valt het ook wel weer een beetje mee. Je gaat wel heel snel dood in Call of Duty Ghost. En toen kwam dus Advanced Warfare uit. En Advanced Warfare, ja,
dat is natuurlijk voor de meeste mensen gewoon helemaal niet leuk geweest. En helaas is het een beetje een jaartje een jaartje voorbij hè, gegaan eigenlijk ermee. Dus we gaan gewoon zien hoe dat gaat gebeuren natuurlijk in de toekomst. Nou, dan wil ik nog eventjes doorgeven dat Sean, want daar speel ik mee in deze gameplay, die gaat een kanaal beginnen. Yes! Oh la la! Die gaat een kanaal beginnen. En wat ik aan jullie vraag is, kijk even op zijn kanaal. Link staat in de beschrijving. En vanaf 1 augustus gaat hij zijn eerste video uploaden. En ik wens hem natuurlijk fucking veel succes ermee. Want ik ga hem natuurlijk hartstikke veel steunen. En het is een super toffe fan. Dus vandaar dat ik hierbij even nog eens in deze video dat wil doorgeven natuurlijk. En dan hoop ik dat jullie de gameplay en commentaar leuk vonden. Tot de volgende keer en bye bye.